Dan zijn we live, Janine. Zo is dat. Ja, dus we gaan even wachten op de eerste vraag. Dus we moeten ondertussen even tijd vol praten. Donderdagmiddag live. Vlak voor de stemmingen. Daar heb ik de laatste stemming in de Kamer voordat het reces begint. En jullie kunnen nu vragen stellen over van alles. En we doen ons best om zoveel mogelijk te beantwoorden. Kijk, dat het reces begint betekent natuurlijk niet dat we alleen maar op vakantie gaan. Sterker nog, zoals jullie weten, is er een formatie gaande en hopen we ergens dit jaar toch nog een nieuwe regering te presenteren aan Nederland. Maar de ministeries draaien natuurlijk ook gewoon door. Maar ja, het is inderdaad waar. De laatste dag van de Kamer voor het reces. En dan zo'n laatste week zit ook vol met allerlei debatten nog die nog voor de zomer moeten. En brieven die nog af moeten en naar de Kamer. Zodat de Kamer kan zeggen of ze dan nog een debat over willen of niet. Een beetje dubbel nu. Die zitten ook nog in de Kamer. Dat zijn we eigenlijk zelf. We zijn Kamerlid en bewindspersoon. Dat knaagt af en toe best. Maar wat heb jij de afgelopen dagen gedaan? Nou, vooral al die laatste dingen afgewerkt. De laatste vergaderingen. En daar was wel druk mee. Ja. Heel druk. Ja. Nou. Floris zegt yo. Yo. Nou, yo. Terug, Floris. En Tamara zegt fijne vakantie. Maar nu ben ik wel benieuwd of Tamara ook op vakantie gaat zelf. En waar ze naartoe gaat. Dan ga je zelf nog ergens heen? Ga ik zelf nog op vakantie? Nee. Nee, en het heeft alles te maken met de formatie, dus ik blijf liever dicht bij huis. En ik ben gewoon van plan om wat later dit jaar op vakantie te gaan. Dus ik blijf lekker in Nederland en hoop natuurlijk wel een paar dagjes vrij te zijn, maar dan lekker thuis in de tuin. Even niks. Jij? Moet je de tuin nog zelf doen ook. Ja? Want heb jij mensen daarvoor? Nou nee, geen mensen. Zo groot is de tuin niet. Nee, maar ik zit er liever in dan dat ik erin werk, eerlijk gezegd. Maar ik krijg ook niet echt... Ik ga ook niet echt weg, want ik vond het in december een beetje riskant om te boeken met zo'n zomer, de verkiezingen. Ja, precies. We hebben ook serieuze vragen. Vertel. Wesley wil weten hoe wij tegen de groei van Forum van Democratie aankijken. Forum groeit in de peilingen. Maar zoals we vaker hebben gezegd, peilingen zijn ook wel een beetje palingen, toch? Het is pas verzilverd als er verkiezingen zijn. Dus natuurlijk zijn peilingen iets om op te letten en in de gaten te houden. Maar we moeten ook niet gelijk van de leg raken. Ik ben zelf nog een beetje zoekende naar wat Thierry Baudet met name precies meent te moeten doen. Dan zullen we ook zien of die groei beklijft. Wat vind jij ervan? Nou, ik vind het op zich altijd interessant als er nieuwe partijen komen die echt ook meteen mensen aanspreken. 2 zetels, dat is gewoon knap. En ik denk dat ze dus wel problemen aan raken die mensen... bij mensen leven, die bij mij ook leven. Maar ik zou het wel fijn vinden als ze dan ook echt aan oplossingen aandragen die zodat je kunt vergelijken. Want dat zij harder roepen dat iets mis is, ja, dat is leuk, maar dan moet je het ook waarmaken. Verder zijn natuurlijk vooral hele bescheiden mensen bij die partij. Ik heb een interview gezien vandaag in HP De Tijd. Zo, maar Baudet. Dat heb ik zelf samen. Ik durf eigenlijk er niet naar te verwijzen, omdat ik nog steeds denk dat het satire is. Maar misschien is het wel echt. Dus ik dacht zelf dat het een bespeld was. Bespeld, weet je wel, de ja. Wanneer waar is dat in de Volkskrant, ja. Geloof ik. Ja, maar misschien, is het, niet. Ja. Misschien klopt het toch, maar we zullen het zien. Even kijken, Martijn wil weten hoe het nu met Defensie gesteld is. En Cor wil dan nog specifiek weten over de beveiliging van kazernes. Met Defensie is het... Defensie moet roeien met de riemen die het heeft. En dat betekent dat er echt nog wat riemen bij moeten, om het maar even zo te formuleren. Dus de afgelopen jaren heeft het kabinet er fors geld aan de begroting van Defensie toegevoegd. Dat zie je nu bijvoorbeeld doorvertaald in extra munitie die kan worden aangekocht, reservedelen, wapensystemen die het beter doen. Maar we zijn nog niet. Met andere woorden, de defensieorganisatie kent nog een hoeveelheid van tekorten. En ik hoop van harte dat ook een volgend kabinet dus blijft investeren in de defensieorganisatie. Want het gaat nogal ergens over. Hè? Het gaat over onze veiligheid. En we hebben militairen daarvoor nodig in eigen land. Maar ook daarbuiten en soms heel ver daarbuiten. Die dan opkomen voor onze belangen en beschermen wat ons dierbaar is. Dus Defensie gaat stap voor stap vooruit. Maar we zijn er nog niet. Dat is, dat is het eerlijke verhaal. Oké. En nou wordt er ook gevraagd wat onze formatievoorkeur is. Maar die vraag komt van, staat dat T-Man Amsterdam? Ben ik daar reclame aan maken of niet? Heet iemand zo? Is dat de T-Man? Well, T-Man. T-Man. Ik moet heel eerlijk zeggen, inmiddels is mijn formatievoorkeur er één waarbij je meerderheid in de Kamer hebt en partijen gewoon echt aan de slag willen. En niet alleen maar zitten te kijken naar, als ik een compromis sluit, krijg ik dan minder zetels in de peilingen. Want daar ben ik een beetje moe van. En het heeft nou al lang genoeg geduurd. Dus als het met deze club die nu aan het onderhandelen is lukt. En we hebben een stabiel
nieuwe regering, dan kunnen we weer aan de slag. En dan heeft dat vooral mijn voorkeur. En als we nou 60 zetels hadden gehaald, dan hadden we ook nog echt heel veel te kiezen. Maar zo nee. Het was wel feest, maar zo goed ging het was nou ook weer niet. Nou, ik denk dat het wel duidelijk is dat het helemaal geen eenvoudige klus is om tot een nieuwe regering te komen. Ook omdat we een hoeveelheid van partijen kennen in Nederland, het politieke landschap behoorlijk versplinterd is. En al die partijen ook nog behoorlijk wat noten op de zang hebben. Dus het feit dat we nu aan het praten zijn met VVD, D66, ChristenUnie en CDA, ik denk dat dat goed nieuws is. En ik hoop van harte dat het ook tot iets leidt, want dit land heeft een nieuw bestuur nodig, een nieuwe regering nodig. De wereld draait door en wij moeten het beter snel gaan bijtrekken. En Joanne vraagt of we nog wat doen voor mensen met een uitkering. En ik denk dat we de afgelopen jaren natuurlijk in die crisis hard gewerkt voor iedereen. En ik denk dat je als je in een uitkering zit, dat het geen feest is. En dat je dan zo snel mogelijk weer uit wil en aan de slag wil. Vind ik ook het beste naar de hele samenleving toe. Want dan kun je weer zelfstandig je eigen inkomen verdienen zonder dat de rest van de samenleving dat hoeft te doen. En dan is het natuurlijk het belangrijkste dat er ook werk is. Want anders is het allemaal wel interessant praten. Maar als er geen werk te vinden is, dan kun je er ook niet naartoe. En dan vind ik het goed om te zien dat de economie nu weer ontzettend hard draait. En er in allerlei sectoren soms zelfs zo goed gaat dat je bijna weer tekort hebt. Dus dan moeten we zorgen dat de mensen die beschikbaar zijn ook kunnen wat nodig is voor die banen. Dus moet je soms omscholen. Maar vooral, ik denk dat dat het beste is wat we hebben kunnen doen. Zorgen dat de economie weer draait. Daar heeft natuurlijk iedereen in Nederland flink aan bijgedragen. En dat er dan weer werk is. Nou, Janine, willen mensen ook weten, Arjan wil weten of het hier regent. Dus ik kijk even naar buiten. Ja. Volgens mij niet, maar het is wel voorspeld. Dus ik verwacht straks, het is hier behoorlijk benauwd. Dus ik denk wel een kleine onweersbui. Misschien bedoelde die niet regent het bij jullie, maar regent het bij jullie. Dus dat is zo'n slimme politieke vraag. Zo'n sneaky. Maar nee, dat zijn we ook niet. Nee. Het is ook nog droog. Ja. Wil je in het nieuwe kabinet terugkomen? Dat willen heel veel mensen weten, kennelijk. John, Werner, Erwin, allerlei mensen. Willen wij een nieuwe... heel eerlijk gezegd vind ik het niet zo relevant. Want ik denk dat het ook voor Klaas geldt. Maar die gaat zelf antwoorden zo meteen. Is dat we op de lijst zijn gestaan. En weten dat je dan of in de Kamer belandt. Of in het kabinet. En het ambt van volksvertegenwoordiger zijn. Is een fantastisch mooi ambt. En bewindspersoon zijn is ook uniek. Best met een grote impact. Maar heel mooi om te doen. Kortom, ik moet echt, en dat geldt voor iedereen, de onderhandelingen afwachten. Kijken welke posten er naar de VVD gaan. En wat dat betekent voor een eventuele bezetting van die posten. Toch? Ja, voor een goed antwoord. Ja, fijn. Je moet eerst het team opstellen en dan kijk je welke positie je hebt. Ja. En ik ben hier niet in gegaan met, ik ga op de lijst voor de Kamer. Maar ik wil er eigenlijk niet in. Dus we zullen zien hoe het loopt. Maar er zijn genoeg functies... om hard in te werken en goede dingen voor het land te doen. Dus daar komen we allemaal wel uit, denk ik. Dat denk ik ook. Koen wil weten of de kiesdrempel omhoog moet. Want die vindt het zo niet te doen. Ja, ik begrijp wel een beetje wat Koen zegt. Want het politieke landschap is versplinterd. En als die, wat ik net een beetje zei, als al die politieke partijen vervolgens ook nog een hoeveelheid van noten op hun zang hebben. En niet bereid zijn om compromissen te sluiten. Om bijvoorbeeld toe te treden tot een nieuwe regering. Dan is het allemaal heel mooi, ideologisch en idealistisch. Maar het leidt nergens toe. En volgens mij heeft Nederland wel een beetje constructief bestuur nodig. Ja, ik denk ook die versplintering maakt het niet simpeler. Daar hebben we bijna voor iedere mening heb je daar een partij. Dat is best leuk. Maar daar wordt het niet makkelijker mee om ook compromissen te sluiten en het land te besturen. Dus ik weet niet eens meer hoeveel partijen. Ik moet eerlijk zeggen. Niet echt netjes, 13 maar. Volgens mij. 13 plus? Nou, ja, veel in ieder geval. Als we zo doorgaan worden het er 50 plus. Maar goed, dat lijkt me geen verkeerd idee. Even kijken. De VVD Voorschoten, allemaal vragen ze dat daar. En Pieter, vragen hoe het is met cybersecurity bij VJ en Defensie. Ja, wie begint er? Begin jij maar. Nou ja, cybersecurity... hoe het bij VNJ is, nou bij VNJ wel prima, alleen dit is echt iets wat iedereen in het land zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Want wij kunnen niet vanuit de overheid alle computersystemen of dingen die aan het internet hangen, koelkasten tegenwoordig ook, kunnen wij niet beveiligen van buitenaf. Dus je moet echt zelf zorgen dat het thuis op orde is. En zeker als je een bedrijf hebt met klantgegevens, dan moet je echt zorgen dat de security op orde is. Want je kunt er ook door geraakt worden terwijl ze jou niet eens moeten hebben, maar omdat jij dezelfde kwetsbaarheid gebruikt...
die dan benut wordt. En dan gaat het razendsnel. En ze kunnen aan de andere kant van de wereld ruzie hebben onderling en een aanval plaatsen. En dan kunnen wij hier in de havens, zoals vorige week of nog iets eerder bij parkeergarages, dan last van hebben. En die schade loopt snel op de papieren. Dus als overheid doen we er veel aan om te zorgen dat ook die kennis beschikbaar is en die steun. Maar ja, per sector moet je je echt verenigen om die zaak op orde te hebben. En ook zelf als je iets koopt, vraag je af, moet het per se online kunnen? En hoe veilig is het wat ik koop? Het cyber is eigenlijk ook wel, ik praat nu even vanuit defensie, maar een nieuw militair domein. Hè. Dat betekent dat je daar je defensief, dus je bescherming op orde moet hebben. Maar ook offensieve capaciteiten, zoals dat heet, ontwikkeld. Omdat je het cyberdomein ook inzet in je militaire operaties. Feit is dat Nederland eigenlijk iedere dag onder vuur ligt van grote cyberaanvallen. Ik denk dat jullie in de verslagen van bijvoorbeeld de MIVD en de ANVD kunnen terugzien dat dat aan de orde van de dag is, bijvoorbeeld vanuit Rusland en China. En daarmee verklap ik geen grote geheimen. Maar het is van belang dat wij onze cyberdefensie op orde hebben. En dat doen we zeker niet alleen. Dat is iets wat Klaas net heel terecht opmerkt. Dus iedereen, ieder huishouden, ieder persoon verbonden is aan het internet, is ook verantwoordelijk voor de bescherming en verdediging daarvan. En nu worden we even afgeleid door een bel hier in de Tweede Kamer. En dat betekent dat een volgend debatje van start gaat. Of juist dat het debat gestopt is. Oké. Ondertussen zegt Felon Lapierre dat het net een aflevering is van Beauty and the Beast. Nou zeg. Ja, vind ik ook niet leuk voor jou. Maar dan ben jij de beauty. Dan ben jij de beauty. Ik ben weer aardig, Klaas. Zit maar je is, weer dat te... Felon niet, was, is dat niet die jongen die op de vrachtwagen zit? Niet? Of niet? Van was op de radio toen. Bij 3FM geloof ik, belde die in. Kan dat? Moet ik even aan hem vragen, want voor mij heb ik hem al een keer gesproken. En dan kan ik het wel hebben. En Alex wil weten of wat vinden wij van het tolereren van vrijheden en waar de vrijheid van een ander is beperkt. Ik vind vooral dat die vrijheid beperkt als je jouw vrijheid gebruikt om die van een ander te beknotten. Als je hebt de vrijheid van godsdienst, nou, dat betekent fijn dat je zelf mag kiezen wat je gelooft. En als je daar een religie bij hebt, ja, ook prima. En daar rituelen voor wil gebruiken om die te uiten. Maar als jij daarvan zegt, ja, omdat ik dit geloof, moeten anderen per se dit doen of mogen ze iets niet meer. Hè? Maar, ik geloof A, dus de rest van Nederland mag geen wijn meer drinken. Ja, dan ga je te ver. Dan ben je je eigen wil aan het opleggen. En daar heb ik eerlijk gezegd nogal een hekel aan. Laat iedereen zelf de ruimte en de vrijheid om te zoeken hoe die gelukkig kan worden, waar die gelukkig van wordt. En ga elkaar niet te veel in de weg zitten, vind ik, of helemaal niet liefst, bij die zoektocht. En als jij iets vindt en denkt dat iedereen er gelukkig van zou worden het ook zo te doen, mag je dat ook nog best vertellen en proberen anderen te overtuigen. Maar afdwingen en die vrijheid beperken om het anders te doen, daar houdt het echt op voor mij. Het mooie is van vrijheid dat je hem zelf kunt invullen. En dat betekent dat ik me helemaal aansluit bij Klaas. Zodra iemand mij gaat vertellen hoe ik daarmee om moet gaan, of dingen gaat opleggen of afdwingen, dan kun je me van het plafond halen. Kortom, de vrijheid is juist om elkaar de vrijheid te laten. Ik geloof dat het, we krijgen steeds meer kijkers, wordt er getypt. Maar dat betekent waarschijnlijk dat ze zeggen dat we korter moeten antwoorden. Omdat we als niet aan vragen toekomen. Ja, ik krijg het al. Maar er is nog ruimte voor nieuwe vragen. Dus kijk niet alleen, stel ook gerust je vragen. En we proberen er zoveel mogelijk te behandelen. En anders doe het gewoon de volgende keer. Want dit is zeker niet de laatste keer. Ook veel mensen die vinden ook dat er een kiesdrempel moet komen. Die zijn die versplintering ook wel een beetje beu. Zolang die er nog niet is, zou ik zeggen, als je VVD stemt, komt het altijd, werkt het altijd tegen de versplintering. Dus dat lijkt me dan een tip voor de tussentijd. Goeie tip. En Felon was inderdaad van de truck. Oh, serieus? Dus dat klopt. Ja, dat heb je als voordeel van zijn naam natuurlijk. Hè. Dan... Maar dat jij dat dan ook weer onthoudt. Ja, dat weet ik ook. Niet de slimste mensen. Ja. Nick wil weten over de toekomst van oorlogvoering, hoe we daarover denken. De toekomst van oorlogvoering. Nick, ik vertelde net al een beetje over cyber als een nieuw militair domein. Dat betekent dat dat volop in ontwikkeling is. En dat je dat aspect veel meer terug zal zien in de wijze waarop we op dit moment tegenover elkaar kunnen komen te staan. Dus je hebt gewoon de oorlogvoering zoals we die kennen, op het water, op het land, in de lucht. Maar er zit altijd ineens een cybercomponent aan. En waar je veel meer mee te maken krijgt, is het zogenoemde hybride karakter. Dus dan heb je niet, eerlijk gezegd, direct in de gaten
of er sprake is van oorlogsvoering. Maar dan blijkt het wel degelijk zo te zijn. Denk aan de groene mannetjes die in één keer werden gespot in Oekraïne, om maar eens iets te noemen. Ja, ik vind er ook van alles van, maar ik ga het niet meer over. Niet over, hè? Nee, nee, ik heb wel ooit een boek over geschreven, dat kun je opzoeken in de bieb. Ja, maar hier kan ik natuurlijk eindeloos over doorpraten. Feit is dat nieuwe technologieën en allerhande innovaties in een rap tempo worden ingevoerd bij de tegenstander. En dat betekent dat iedere krijgsmacht ook enorm zijn best moet doen om zichzelf steeds weer van een update te voorzien, om het maar even anno 2017 te formuleren. En het vraagt nogal wat. En ik denk dat die ontwikkelingen gaan alleen maar sneller. En dat betekent ook dat we steeds sneller moeten innoveren en investeren in zo'n krijgsmacht. Wesley wil weten over het huidige Europa. En wat we hoe we daar eigenlijk tegenaan kijken. Ja, ik zelf denk dat Europa is waar we gewoon in wonen. En dat het goed is en verstandig is om samen te werken. En als je dan gaat samenwerken, dan heb je altijd vervolgens weer discussie over hoe ver moet dat dan gaan en moet het een doel op zich gaan worden dat je naar Europa streeft. En die geluiden hoor je natuurlijk ook wel eens uit Brussel en die worden dan in discussie gehoord alsof dat is waar Europa om draait. In mijn ogen draait het daar niet om. Is het ook helemaal niet zo dat het belangrijkste is om te bespreken. Moeten die lidstaten gewoon goed samenwerken? Is het heel erg nuttig om dat op veel terreinen samen te doen? Als je kijkt naar migratieproblemen dan, waar ik natuurlijk veel mee bezig houd. Ja, dan denk ik, dan kun je wachten, kun je zeggen, we doen niks met de andere Europese landen. Iedereen zoekt het maar uit. We wachten totdat er mensen allemaal aan de Nederlandse grens staan. En dan gaan we pas nadenken hoe we ermee omgaan. Dat vind ik een beetje dom. Ik denk dat het beter is als je zegt, nou, migratie, vluchtelingen opvangen, oké, maar wel in beperkte mate. Dan kun je maar beter zorgen dat zo ver mogelijk van je eigen grens af, al samen met de andere Europese landen, je aan de Europese buitengrenzen werkt om dat de instroom te beperken. Valt ook niet mee, maar je kunt het wel beter samen doen. En ik denk dat je gewoon zo moet kijken, waar is samenwerking nuttig, dan gaan we erin door. Het gaat ook wat in mijn ogen te vaak over de Europese Unie zelf. En dan de Britten gaan er weer uit, heeft natuurlijk ook weer invloed. Maar volgens mij moet je gewoon kijken wanneer het effectief is om voor de Nederlanders dingen beter te doen, samenwerkend. Dan moet je het doen. En elke samenwerking en elke club heeft ook zo zijn nadelen. Daar zullen we ook mee moeten dealen. Ik ga niet zeggen dat het perfect is. Maar we zijn echt een stuk slechter af als we denken dat we het in ons eentje moeten doen. Ja, maar als vrolijke tussennoot, we krijgen alle twee huwelijksaanzoeken. Waaronder één van Ene Geert. Nou, ik ben natuurlijk enorm, enorm gevleid en dat doet me helemaal goed. Dus ik word gelijk weer helemaal vrolijk. Maar een andere serieuze vraag is van Brian. Namelijk, wanneer krijgt Defensie een nieuwe CAO, het arbeidsvoorwaardenakkoord? Nou, ik denk dat Brian heel goed in de gaten heeft dat we een moeilijke periode achter de rug hebben als het gaat om het contact tussen de werkgever, Defensie, en onze bonden, de militaire vakbonden. Maar ik weet één ding zeker, dat zowel de bonden als de werkgever en ikzelf heel erg gebrand zijn om tot een goed arbeidsvoorwaardenakkoord te komen. En ik hoop zeer dat we ook heel snel weer stappen kunnen gaan zetten. Ja, en Tom wil dan weten, dat Forum voor Democratie, dat soms delen we standpunten, maar stemmen we niet mee. En hoe dat dan komt. Ja, dan zou ik even precies moeten weten welke het is. Dan kun je ook uitleggen waarom. Maar in zijn algemeenheid zie je dat in de Tweede Kamer heel veel moties worden ingediend. Terwijl het niet zo is dat door die motie het in één keer lukt. En dan worden er bijvoorbeeld moties ingediend terwijl je hier al lang mee bezig bent. En wij van de VVD zijn dan een beetje aan de zuinige kant. Wij vinden eigenlijk dat er eigenlijk een beetje een motie diarree tegenwoordig is. Iedereen dient maar een motie in als hij weer een mening heeft. Terwijl vroeger diende je motie in om echt iets te veranderen. En daarom hebben wij het standpunt als een motie overbodig is, omdat hij naar de bekende weg vraagt of de minister of staatssecretaris er al lang mee bezig is. Ja, dan steunen we hem niet. Ook al kun je best zeggen met de inhoud eens te zijn. Omdat wij echt vinden dat je anders, wil iedereen een motie op zijn naam om weer zijn eigen naam terug te zien. Daar wordt Nederland niet beter van. Wel van hard werken aan het beleid. Ja, en in deze maanden speelt dan ook bij dat wij aan de onderhandelingstafel met andere partijen proberen dingen voor elkaar te krijgen. En dan zie je dat heel veel partijen natuurlijk ook een beetje om te pesten soms een motie indienen als je het dan vindt moet je het nu zeggen. Terwijl wij zeggen, ja, wij gaan aan de onderhandelingstafel zoveel mogelijk eruit halen wat er te halen is. En dan gaan we niet tussendoor vooruitlopen daarop een motie te steunen. Ik snap dat dat een beetje, dat er af en toe misschien al raar uitziet. Dat je niet voorstemt waar je wel voor bent. Maar dat is omdat we dan op een andere manier eraan werken om het te realiseren.
zo is dat. En even kijken hoor, Manon die vraagt nog, komt er meer geld voor de politie? Dat is echt een onderwerp wat aan de orde is aan de formatietafel. Dus met de vier partijen die op dit moment met elkaar aan het praten zijn, ten behoeve van wellicht een nieuwe regering. Het is niet zo, dat geldt voor Defensie, politie en voor vele andere onderwerpen, dat voor alle problemen altijd een zak geld de oplossing is. Maar dat we opnieuw willen investeren vanuit de VVD in veiligheid, dat geldt dus zowel in blauw als in groen, dus politie als Defensie, dat is evident. Zo hebben we dat ook opgenomen in onze verkiezingsprogramma's. Maar of en hoe, ja, dat zal toch echt, daar zal ik ook nog even op moeten wachten, want het is aan de partijen die nu met elkaar in gesprek zijn. Ja, en Johanna en Brandy vragen, waarom komt er geen nieuw zorgstelsel? Wat we dan met de zorg willen? Nou ja, kijk, die stelseldiscussies, volgens mij is van een stelsel nog nooit iemand beter geworden. En is dat ook niet wat het probleem is? Als je kijkt naar andere landen in Europa, je kijkt naar het Nederlandse zorgstelsel, dan is de zorg hier heel erg goed. Er kunnen altijd dingen beter. Maar dan is dat stelsel gewoon een goede basis om verder te werken. En moet je daarna zorgen dat mensen in Nederland zo snel mogelijk de zorg krijgen die ze nodig hebben. Maar dat we het als samenleving ook nog kunnen ophoesten allemaal. Want dat is natuurlijk ook niet gratis zorg. Dus die balans moet je zien te vinden. En ik denk dat Edith Schippers daar de laatste jaren echt keihard aan gewerkt heeft om te zorgen dat die zorg op een hoog niveau blijft. Dat je hem snel kunt krijgen als je hem nodig hebt. Maar dat we het ook op die manier inrichten dat we zeker nu er steeds meer mensen gelukkig veel langer leven dan voorheen. En ook daar zorg in nodig hebben. Dat we dat ook nog op kunnen brengen als samenleving. Zodat we het ook de komende generaties nog die goede zorg kunnen blijven bieden. En dan moet je gewoon in het stelsel wat we hebben de verbeteringen doen die nog kunnen. Maar niet helemaal om gaan gooien. Omdat ja, landen waar ze een ander stelsel hebben, die hebben meestal niet een beter rapport als het gaat om de kwaliteit van de zorg die daar geleverd wordt. Daar heb ik nou echt helemaal niets meer aan toe te voegen. We willen natuurlijk dat die zorg toegankelijk blijft voor iedereen. Of je nu veel verdient of weinig. En dat die kwaliteit van de zorg staat als een huis. En volgens mij is Nederland inderdaad, dat weet ik eigenlijk zeker, want het blijkt ook uit alle vergelijkende onderzoeken, doen we het gewoon hartstikke goed op het terrein van de zorg. En zoals Klaas al zei, dat is natuurlijk altijd ruimte voor verbeteringen. Maar we kunnen elkaar ook een beetje de put in praten. En dat is in dit geval echt niet nodig. Nou, Mandy vraagt, is er voor het einde van het jaar een nieuw kabinet? Nou, Mandy, ik hoop het van harte, want het wordt wel tijd. Ik zei eerder in dit gesprek, de wereld draait echt door. En de rest van de wereld wacht echt niet totdat Nederland een keer een ei heeft gelegd over een nieuwe regering. Maar het is wel van belang dat het zorgvuldig gebeurt. Omdat je uiteindelijk een samenwerking aangaat voor een aantal jaren. En die samenwerking moet wel stabiel zijn. Want met een niet stabiele regering is ook Nederland, daar is niemand mee geholpen. Kortom, ik ga ervan uit voor het einde van het jaar. Ruim voor het einde van het jaar. Maar zorgvuldigheid is geboden. En Nicky wil nog weten van jou, Janine. Of we Straatsburg niet kunnen sluiten als zetel voor het Europees Parlement. Oh, ik ben het zo met Nicky eens. En ik heb me daar ook zo vaak voor ingezet. Ook toen ik nog in het Europees Parlement zat. Alweer jaren geleden. Feit is dat die Europese Unie, nou, de ontstaansgeschiedenis, daar zal ik u niet mee vermoeien. Maar ik denk dat velen van jullie weten dat het allemaal ook te maken heeft met de oorlogen in het verleden. En ook de bijzondere relatie tussen Frankrijk en Duitsland. En nu wil het feit dat Straatsburg daar eigenlijk een beetje op de grens ligt. En dat er in het verleden ook veel is gemorreld aan, is Straatsburg Duits? Dan zie je ook nog al die invloeden daar. Of is het Frans? Straatsburg is een beetje symbool geworden voor de Vereniging van Europa. Dus de vraag is, waarom hebben ze niet al die instellingen daar naartoe gebracht? En hebben ze op verschillende locaties gekozen? Hoe dan ook, we zitten nu met de gebakken peren. Want we beschikken over 2 zetels voor het Europees Parlement. Dat is niet alleen omslachtig, het kost ook heel veel geld. Dus ik zal die strijd blijven voeren. Maar uiteindelijk hoop ik, of zet ik mijn kaarten even in op Macron. Dat ook hij, die goed wil omgaan met belastinggeld, hier uiteindelijk een punt van weet te maken. Gert die heeft het over de man die met 65 eigenlijk met pensioen wilde, maar dat wordt nu 68, zegt ze. En dan heeft hij 53 jaar gewerkt. En is dat dan niet meer dan genoeg? Ik hoop, Gertie, dat je man ook met veel plezier zijn werk heeft gedaan. En ik hoop ook dat hij een van de vele Nederlanders is die ook nog na zijn pensioen heel lang leeft. En dat is natuurlijk waar we mee te maken hebben. Met 2 dingen. Mensen worden gelukkig ouder. Waardoor je dus ook moet kijken van ja, hoeveel van die jaren werk je? En daarnaast hebben we ook nog te maken met een andere opbouw. Hè. Tientallen jaren geleden, ja, voor mijn geboorte,
had je veel meer werkende mensen per gepensioneerde. En nu is dat gewoon andersom, doordat er de bevolkingsopbouw laten we het verzilvering noemen, dat klinkt, vind ik toch netter klinken. Hebben we gewoon minder werkende mensen om ook te zorgen voor die pensioenen. En moeten ook zorgen dat die pensioenen straks nog goed zijn. En toen ooit 65 gekozen was, werd eigenlijk gezegd, je moet natuurlijk niet op 65 houden. Je moet het wel mee laten oplopen met de leeftijd die mensen bereiken. Ja, dat is toen niet meteen gedaan, was dat maar gebeurd. Dan had je nu niet in één keer die verwachting van, goh, ik mag dan mijn pensioen en het wordt toch later. Ik denk dat het een nodige maatregel is om het zo te doen. Dat het even wennen is. Maar dat het uiteindelijk, vooral natuurlijk als je plezier in je werk kunt houden, ook prettig is om actief te blijven. En ook na nog wat langer door te werken en daarna vele jaren hopelijk in goede gezondheid te kunnen genieten. Zo is het. De laatste vraag. Is of we nog even willen vertellen wat we dan in de zomer gaan doen. Nou, zoals jullie weten is de formatie nog gaande. Er zijn er partijen met elkaar in gesprek. Wel zullen we ook allemaal een paar dagen rust nemen. Ik blijf gewoon in Nederland en ben al ook van plan om volop te genieten van mijn eigen huis en tuin. Waar ik niet al te vaak ben geweest het afgelopen jaar. Dus ik zie eigenlijk uit naar de komst van een nieuwe regering. En ook die paar dagen thuis tijdens de formatie. Jij? Ja. Ik heb allerlei voornemens voor de zomer, maar ik ga niet ver weg. Sporten is ik er een van zeker. Sporten. Ja. Ja, moeten we aan het eind van de zomer eens Facebook Live kunnen mensen zien of het gelukt is. Nee. Zal tegenvallen. Dat wordt weer de challenge. Ja. Precies. Maar doe wel een ander lensje op. Iets van is lijkt me smaller. Maar ik hoop daar wel weer tijd voor te hebben. Maar ik zal ook niet. Ik heb ook nog geen vakantie geboekt. Dus het is een beetje genieten van thuis. En hopelijk het weer in Nederland. Hopelijk lekkere zon, niet te veel regen. Niet te warm, want anders kunnen we weer niet sporten. Ja, het sporten wordt een dingetje, Klaas. Wij gaan verslag doen. Na de zomer gaan wij verslag doen over dit sporten. Ja. Ja? Ja. Ja, ik ga niet mijn apps openstellen voor het publiek, hoor. Ik ga iedere dag de 100 mensen zeggen, ben je nou nog niet geweest? Maar we gaan ons best doen. Laten we het daarop houden. En ik wens jullie ook allemaal een goede zomer toe. En tot de volgende Facebook live sessie, zou ik zeggen. Dag, mooie zomer.